Ik ben Mees. En dit is een elektrische fiets. En ik vroeg mij al een tijdje af, is het mogelijk om op een elektrische fiets van de Domtoren binnen 3 dagen helemaal naar de Eiffeltoren te fietsen? Deze uitdaging ga ik gelukkig niet alleen aan. Ik ben samen met mijn allerbeste vriend Bo. Die gaat met mij deze challenge aan. Laten we gaan naar het beginpunt. Ik sta nu voor de Domtoren. Helaas is hij wel in constructie. Hopelijk is dat bij de Eiffeltoren niet zo, want daar gaan we heen. Dit wordt een niet normaal zware challenge. Dit is de fiets waar ik de hele tijd op mag fietsen. En ik heb super veel verpakking. Hier zitten extra batterijen in. Hier zitten mijn kleren in. En daar zit de camera gear in. En Bo heeft dat. We gaan beginnen. Ja, ik ga mijn hele mooie telefoon in het mooie netje doen. En dat betekent dat we ready zijn om te gaan vertrekken richting Parijs. Ik ben heel erg benieuwd hoe ver we de eerste dag komen. Laat even weten wat jij denkt. Ik doe een gokje. Ik denk net iets voorbij Brussel. In ieder geval dat hoop ik. Want dan zijn we heel goed onderweg. Oké, let's go. En daar kikt het in. Oh, daar staat het 1 dag en 2 uur. We zijn onderweg. Oh, met alle spulletjes. En boven iets raar. Dit gaat een avontuur worden. Niet normaal. We hebben de eerste milestone bereikt. Het is een mini milestone. We moesten iets meer dan 500 kilometer. En zoals je hier kan zien, 499. Is niet heel bijzonder, maar toch even leuk om te vieren. Alles vieren is goed. Lekker bezig. Ik heb ook heel veel bagage. Dat maakt het wel een stukje zwaar. Ik merk dat als ik hem in standje 3 heb, ik heb 5 standen. Heb ik in standje 3, is Bo echt heel veel sneller. We moesten even allebei plassen. Eerst de plaspauze gehad. Deze bakbeesten zijn echt niet normaal. We moeten wel een beetje batterij besparen, dus we gaan niet op ons allerhardste. Dus we worden echt overal ingehaald door gewoon normale fietsers. Wat op zich best logisch is, want we gaan maar 17. 496 kilometer nog te gaan. Dat is best veel. Dus we gaan gewoon weer lekker knallen. We hebben nu nog energie. Nu kunnen we het beste zo min mogelijk batterij gebruiken. En op het eind, als we dus helemaal gesloopt zijn van deze trip, dan moeten we zoveel mogelijk kunnen gebruiken. Dus laten we gaan. Let's go! We zijn weer op pad. De lucht is al wat blauwer aan het worden. Bo en ik zijn nog lekker hard aan het gaan. Ik denk dat we inmiddels al 14 kilometer ongeveer hebben gefietst. Nog niet heel veel, maar het fijne is dat er bij ons allebei nog geen streepje af is. Dus dat betekent dat we denk ik wel per batterij minimaal 100 gaan halen. En we gaan nu over een mooie brug waar ik normaal altijd langs rij en denk, je zou daar maar fietsen. En vandaag fietsen wij er. Let's go! Misschien zijn er mensen die zich afvragen, Mees, hoe kom je aan deze fietsen? Dat ga ik jullie nu vertellen. Ik heb vanuit Hemiway 2 hele toffe fietsen meegekregen, namelijk de Hemiway Cruiser en de Hemiway Zebra. En zoals jullie kunnen zien, hebben deze fietsen extreem dikke banden die ervoor zorgen dat de fiets niet vast komt te zitten in bijvoorbeeld modder of sneeuw en op allemaal soorten terreinen kan rijden. Daarbij hebben allebei de fietsen ook extreem goede batterijen, waarbij de batterij van de Cruiser tussen de 60 en de 100 kilometer kan op 1 lading en de Zebra tussen de 96 en de 128 kilometer. Daarbij hebben allebei de fietsen ook 7 versnellingen. En 5 verschillende trapondersteuningsstanden, waarmee je met de hoogste stand natuurlijk de meeste trapondersteuning hebt. De fietsen hebben ook een maximale snelheid van 25 km per uur, omdat dit het toegestane limiet is in Europa. Ik denk dat deze fietsen ideaal zijn voor deze challenge en daar gaan we in deze video achter komen. Wil jij nou ook zo'n toffe fiets? Check dan eventjes het linkje in de beschrijving. Ja, let's go, dit is zo tof. Oh, ik voel me echt goed. Het begin was eventjes er tegenop zien, maar wat een lijp uitzicht. Ja, dit is een zieke challenge. Woo! Let's go, ik heb er echt heel zin in. Doei, ik ben eerder in Parijs dan jij. Woo! Kijk, daar gaan we, Vianen uit. Dat betekent dat we Utrecht hebben gehad, Nieuwegein en nu Vianen. We hebben bijna 20 kilometer gehad. Ons doel is vandaag 200 kilometer, dus dat betekent 1/10 deel bijna van wat ons doel is. Ik denk dat dat makkelijk moet lukken. Vind je dat het tot nu toe gaat? Ja, het is zo goed vol te houden, alleen maar komt het wel echt. Ja. Misschien moeten we even tussendoor stoppen, kussentje halen, kussentje vastmaken en gewoon lekker op dat kussentje zitten. Zou ook heel chill zijn. Ja, maar dat zien we vanzelf wel, toch? Zeker. En we rijden lekker door de mooie weilanden met de mooie huisjes. Dus het is zeker een mooi weggetje wat we nemen. We gaan hier lekker de heuvel af, dus we hoeven helemaal niks te doen. Nou, hoeven we sowieso niet, hè? Het is gewoon lekker.
Ja. Het is echt zwaarder dan je denkt, ook al is het elektrisch. We zijn bijna bij ons pauzepunt. Let's go, daar heb ik echt zin in. Even chillen, goed eten. Je hebt hierdoor natuurlijk ook meer honger, omdat je meer doet. Eerste stop hebben we verdiend. Lekker, hoor. Lekker te eten, zo meteen even een bankje opzoeken. We zijn even bij de winkel. Fietsen staan mooi hier. En we gaan even eten. Mensen weten niet, die hier rondlopen, dat wij gewoon net fucking lang hebben gefietst om hier naartoe te gaan. Klopt. Holy shit. Ja, je ziet het ook. Echt de tassen erop. We hebben wat eten gescoord en dat zit in deze mooie tas. Bo is al lekker daar aan het eten. Ik ga het er even uitpakken. Kijk. Lekkere appeltjes. Lekkere broodjes. Even wat lekker drinken. En een watertje. Ze gaan op het gas zitten. Maar ja. Hoe voel jij je tot nu toe? Het enige wat echt vervelend is eigenlijk, is gewoon het zadel. Gewoon ja, lang op het zadel zitten. En we hebben nog een mini probleempje. En dat is dat mijn telefoon 19% is. En Bo's telefoon volgens mij 25% of zo. Dus we moeten op een gegeven moment tussendoor ergens ook stoppen om de telefoon weer op te laden. Want zonder telefoon komen we er niet. We gaan even wat eten. Genieten van dit plekje. En dan gaan we verder fietsen. En dan hopen dat we vandaag minimaal, de 180 kilometer halen. Dat zou top zijn. Maar we gaan voor 200 natuurlijk. Maar minimaal de 180. Lekker broodje. We hebben even lekker gechilled hier bij het water. Wat gegeten, energie weer gepakt. De twee fietsen staan weer klaar. Let's go. En kijk eens waar we zijn. Dordrecht. En kijk even wat voor mooie routes wij langs gaan. Oh, ziet er goed uit. En hoeveel kilometer moeten we nog wel? 448. Dat betekent dat we er iets meer dan 50 hebben gehad. En we hebben nog allebei 3 streepjes batterij. En we hebben nog een reservebatterij. Daar staat het eerste bordje met Antwerpen. Dat betekent dat we in de buurt komen van België. Oh, als we in België eenmaal zijn, super nice. Even kijken, nog ongeveer 30 kilometer, iets minder. Dan hebben we precies 100 kilometer gehad. En dan moeten we dat nog een keer vandaag. Maar we geven de hoop niet op. Let's go! Moerdijk. Hier bijna de camera vallen, maakt eens uit. We zijn weer een stukje verder. Woe. We zijn eventjes gestopt aan de zijkant van de weg, want mijn telefoon is helemaal leeg. Het doet helemaal niks meer, helaas. Voor morgen is het handig om even een powerbankje te halen, want dan kunnen we gewoon door blijven gaan. Gelukkig! Heeft deze meneer nog een beetje batterij, maar hij gaat wel echt ziek snel leeg van de route aan hebben. Dus we gaan even doorknallen. Waar zijn we nu ongeveer? We zijn nu heel erg dicht bij Zevenbergen. Oké, klinkt goed. Geen idee waar dat is. We gaan doorfietsen. Hopelijk gaat niet één van onze batterijen het opgeven. We hebben allebei nog maar één streepje. Als we de 28 kilometer hebben gehad, hebben we van vandaag 1/2 gehad. Dus de helft. We gaan gewoon lekker fietsen. Let's go! Oké, we gaan even boven catchen. Snelheid, 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 snelheid. 26. 27. Kabo! Woe! Inhalen, hè? Ja, ik zag het. Ik heb het ook een film. Hij was ziek aan het rijden. Maar ja, wij hebben elektrische... Ja, hij was dus van, oké, ik ga inhalen. Ik ging gewoon vol gas. Er was net zo'n verkeersregelaar en we konden niet ergens langs waar we langs moesten. Om over een bepaalde brug te gaan. Oh. En toen zei ik gewoon voor de leuk om een gesprekje te maken. Ja, we gaan naar Parijs fietsen, dus we moeten hier wel langs. Toen zei hij, naar Parijs? Daarna was het, jullie zijn gek. Echt mooi. Na meer dan 5 uur gefietst hebben is ons eerste probleempje hier. En dat is... De batterij is leeg. En die van mij is ook niet heel vol meer. Maar we hebben reserve. Die gaan we even pakken. De tas gaat open. Oh, en een nieuwe batterij voor Bo. Bedankt. Dat is wel waar. Oh ja, oh, dat is echt wel... Sleuteltje. Yes. Omdraaien. Batterijtje eraf. Oh, dat ging heel makkelijk. Dat ging makkelijk, hè? En die kan. Alsjeblieft. Dankjewel. Volgende. Boom. Dat zit. Dat was het. Hij zit erop. En om eventjes op te laden, een marsje. Tanken. Ik ook. En dan kunnen we er tegenaan. Met een nieuwe batterij voor Bo. En ik denk over 5 minuten een nieuwe batterij voor Mees. Nul onder
ondersteuning meer. Maar wel nog één batterijstreepje. Ik ben bang dat ik hem even moet gaan omwisselen. Ik ben echt nog geen kilometer verder. Dus dat is minder. De tijd is aangekomen om mijn batterij te gaan verwisselen. Let's go. Wat? En we kunnen weer gaan met twee volle batterijen. Boom! Wel sick om de 100 kilometer aan te tikken op een fiets. Heb je nog nooit gehad? Nog nooit zo'n telletje gehad op een fiets. Nice! Sprundel. We zijn weer ergens. Hopelijk hebben ze hier iets van een winkeltje. Dat zou fijn zijn. We hadden net het probleempje dat allebei onze telefoons leeg waren. Maar we hadden gelukkig een paar fans die mij herkenden. En die kenden iemand. Die woonde heel dichtbij. Dus we hebben onze telefoons kunnen opladen. Mijne is bijna 50%. Die van Bo is meer dan 50%. Dus daarmee zouden we minimaal naar Antwerpen moeten kunnen. En ik denk ook wel naar Brussel. We gaan even kijken hoe het aanpakt. We zijn bijna in België. Billetjes doen wel heel veel pijn, maar we gaan gewoon knallen. Let's go. Oh ja, ja, ja. Je kan het niet zien, maar we zijn in België. De B van België, Bo. Handje in de lucht. Yay. Bo heeft heel veel pijn aan zijn billetjes. Misschien horen jullie heel veel wind, maar ik ben in ieder geval blij dat we één mijlpaal hebben gehaald. En dat is België. Nu hoeven alleen nog de mijlpaal Frankrijk en de mijlpaal Parijs. En dan hebben we deze video gewoon keihard gewoond. We zijn in België en dit is iets wat je in Nederland niet tegen zult komen. Nice, gewoon hier langs de weg allemaal auto's rijden. Heel nice. Doe dit niet zomaar na. We hebben even een pauzetje, even wat drinken, happy eten. Bo heeft ook even een broek bij zijn billen gedaan, want dat is oprecht het minst fijne van deze hele challenge. Je billen doen zoveel pijn. Het doel is nu Antwerpen. Gaan we eventjes daar wat avond eten. En dan hopen dat we of Brussel halen of net iets voorbij Brussel. Maar dat zou moeten kunnen. En dan hebben we morgen ook een kapot harde dag. Waarschijnlijk de ergste. En dan de laatste dag gaan we naar Glory. Want dan komen we aan in Parijs. En ik denk dat we allebei dan echt kapot opgelucht zijn. We gaan het zien. Ik denk dat jullie zien in Antwerpen. We zijn eindelijk aangekomen in Antwerpen. We hebben net even lekker hier wat gegeten. Want we moesten dus ook nog eventjes mijn accu een klein beetje meer opladen. Konden meteen eten, super nice. Nu gaan we door naar, ik dacht Brussel, maar Gent. Want die route is dus blijkbaar sneller. Daar hebben we een kamer geboekt, zodat we daar kunnen slapen. Oh, het duurt wel nog 3 uur voordat we daar zijn. Ik heb er zo'n zin in. Maar we gaan het halen. Let's go. Hey, dit is sick. En check wat voor een avontuur wij weer hebben. Gewoon met de roltrap naar beneden met de fiets. En we moeten onder het water door, anders is het heel ver op. En dan denk je het met één trap gehad te hebben. Nou niet dus, dit is de tweede. Maar dan zijn we wel beneden als het goed is. En dan kunnen we zo naar de andere kant. En we fietsen nu in de tunnel. Geen idee hoe lang die is. Maar daar komen we natuurlijk maar op één manier achter. En dat is naar het einde van de tunnel komen. Dit gaat niet zo goed, maar... Dit is heel gevaarlijk. Ja, we gaan ervoor. Oh. Ah! Ja, dit gaat goed. Oh, shit. Oké, we stoppen even met filmen. Maar... We moeten toch een paar kilometer. Ja. En dan zijn we bij de eerste stop. Dus we gaan even op deze awkward manier verder. Let's go. Daar is het bordje, Gent. Bo, we zijn aangekomen. Eindelijk. Het is wel een heel mooi hotel. Ja, het is wel een heel mooi hotel. We hebben het wel goed gedaan vandaag. Ja. 180 kilometer, bijna 200 zelfs. Wij zien jullie morgen bij dag 2. Ja. Het is de volgende ochtend. Ik ben wel echt helemaal dood, moet ik zeggen. Mijn billetjes doen nog wel een beetje pijn van dat zadel. En mijn knieën, die kan ik niet goed buigen. Echt, je knieën doen pijn? Ja, mijn knieën doen pijn. Oh shit, alleen mijn billen doen pijn. Mijn billen, ik heb zeg maar een vierde en derde bil erbij gekregen onder mijn bil.
Oh ja. Dat doet wel pijn. Ja, nou, we hebben weer een doel voor vandaag. We moeten alleen dus gaan kijken of het vandaag gaat lukken. Maar één batterij van mij is opgeladen en maar één van Bo. We moeten kijken of we die ergens tussendoor nog kunnen opladen. We gaan onze fiets pakken en we gaan Gent uit fietsen. Let's go. Bo staat al helemaal aan de overkant. Want ik was niet op tijd om de brug over te gaan. Maar maakt niet uit. We gaan eventjes wachten. Maar jullie moeten helaas ook nog eventjes wachten. Want wat er allemaal gaat gebeuren, gaan jullie zien in de volgende video. Dit wordt niet normaal wat er allemaal gaat gebeuren in de video. Oh, dus zorg ervoor dat je geabonneerd bent. En dat je het belletje hebt aanstaan. Dan mis je hem niet. Die video komt zondag online. Dus ik check jullie dan. En daar achter is die. Doe het eventjes zo, want dan is het beter.